Hoi, mijn naam is Gerjan Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik erbij gepakt van Burton de Freethinker. En dat is één van de twee pro-models van Danny Davis. En dit is wat meer zijn park, halfpipe, eigenlijk een beetje zijn, ja, zijn freestyle board. Het heeft een camber, gewoon tip to tail, veel pop, veel precisie, veel controle. Voelt wat strenger aan, maar ja, je haalt er gewoon heel veel meer uit eigenlijk. Het is een twin flex, dat wil zeggen dat de nose tail precies hetzelfde aanvoelen qua flex. En het is ook een twin shape, dat wil zeggen dat die ook daadwerkelijk even lang zijn, de nose en de tail. En dat jouw stance centered is, gewoon in het midden gecentreerd. Heel goed voor freestylen, identiek als je switch rijdt. Ja, eigenlijk gewoon ideaal voor in het park natuurlijk. Hij heeft een beetje een medium richting stijve flex. Ik vond hem nog verrassend flexibel in zijn tip en til voelen eigenlijk. Zeker stabiel genoeg om wat harder mee door te rijden. Zoals ik al zei, het is een beetje Danny Davis' een parkboard. En zoek maar een keer een video op, die gast die blaast over gigantische kikkers. En hij rijdt natuurlijk gewoon ijzige muren omhoog. Dat woord zocht ik. Nou, dan heeft hij nog Triax Fiberglass, wil zeggen dat het fiberglass in drie richtingen verdeeld is over het board. Verdeelt de krachten mooi. Als jij op je binding duwt, verdeelt hij die krachten mooi over het hele board. Maakt hem lekker direct. Zorgt ervoor dat hij niet snel gaat klapperen. En om hem nog stabieler te maken en nog directer te maken, hebben ze 45 graden carbon erin gedaan. Wil zeggen dat het eigenlijk in een soort X's door het hele board heen ligt. Zorgt er gewoon voor dat hij nog stabieler wordt, nog meer pop krijgt. Nou, aan de onderkant vinden we dan nog een sintered WFO base. Met natuurlijk een beetje een soort klassieke, ja, klassiekachtige base eronder. Sintered WFO is eigenlijk een beetje het grote, sterke, snelle broertje van normaal sintered. WFO staat voor Wide Peeping Open. Goed poreus, wil zeggen dat het veel wax absorbeert. Wil zeggen dat het water snel zijn weg van voor naar achter kan vinden. Maakt hem gewoon ontzettend lekker snel. Mocht je nou meer willen weten over bijvoorbeeld dit board, kom dan even langs in de winkel, dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan op www.downtown.nl. Dit is de Burton Freethinker.